trainer. In de zesde minuut werd staan 1-0. Doelpunt door ons nummer 12, Hervé Onana. Thank you.
2-1 in de 92e minuut. Doelpunt door ons nummer 20, Jan Basileo. Sportvrienden, de Waasland Beveren, dank u allen voor uw aanwezigheid en sportieve houding gedurende deze wedstrijd. We wensen u nog van harte een prettige zondagavond, een behouden thuiskomst en tot de volgende wedstrijd tegen Brussels aanstaande woensdagavond om 20:30. Dank u wel. Meneer Nassen, we gaan onmiddellijk beginnen. 3-1 verloren tegen Waasland Beveren. Een juiste uitslag volgens u? Ik denk, als je de tweede verlengingen bekijkt, oké, toen waren we bij ons dood op. En denk dat het terecht is. Maar ik vind dat we toch... Ik denk dat Beverwaas of Waasland-Beveren vandaag niet op zijn sterkst was. In die zin dat ik dacht dat zeker de tweede helft er mogelijkheden waren om hun pijn te doen. Het is natuurlijk het feit dat ik of dat de club of we zelf vijf, zes titularissen missen momenteel die gekwetst zijn. Ik denk als we met de volledige ploeg hier waren dat we misschien iets meer kans hadden. De ploeg heeft zich de tweede helft teruggeknokt naar de 1-1. Maar goed, een aantal spelers waren dan dood op. Woensdag hebben we weer een competitiewedstrijd. En dat is ook heel belangrijk. En vandaar dat we voorzichtigheidshalve Steve Nuits en Thomas Frederiks aan de kant hebben gelaten. En dan komen er een aantal jongeren in. En dan voel je ook dat het vaatje af is. Dan is het gewoon oké, de schade zoveel mogelijk beperken. Ja. Waasland Bever had de mooiste mogelijkheden in de tweede helft. Oh, sorry, in de eerste helft. Maar de tweede helft, inderdaad, zoals je zegt, Geel Meerhout kwam beter in de wedstrijd. Geloofde je toen echt in een stunt? Geloven moet je altijd. Hè. Maar ik denk dat collega Dirk het ook gaat beamen. Dat de combinaties er ook niet vlot uitkwamen bij zijn team. Oké, het is niet aan mij om hun proces te maken. Maar inderdaad, de tweede helft had ik het gevoel, oké, hier is iets mogelijk. Oké, je weet dat je niet veel kansen gaat krijgen. En dat je van de paar kansen die je krijgt, moet je een doelpunt maken. Dat is ook gebeurd. Dan hebben we de verlengingen afgedwongen. Maar in die verlengingen, als je dan dadelijk na 2 minuten op 2-1 achterstand komt, dan wetende ook dat een aantal spelers van wie het bobijntje af was,
dat je het dan heel moeilijk gaat hebben. En gelukkig denk ik dat ik geen gekwetste mee terugneem naar Geel en dat we woensdag toch met een degelijk elftal Kelmis kunnen bekampen. Dirk Gerard, uw mening over deze 3-1? Ik denk dat we vandaag gewoon moeten tevreden zijn dat wij volgende wedstrijd opnieuw aan de bak kunnen in de beker. En dat daarmee heel veel gezegd is. Wij zijn op een goed voetballend Geel gebotst. Die aardig voetbal speelde zonder echt veel kansen bij elkaar te voetballen. Wat heel veel balbezit had, veel meer dan wij. Wij waren individueel ondermaats. Collectief zat het ook al niet helemaal in orde. Zeker bij balverlies. Er waren heel veel minpunten. Ik denk dat wij wel de kansen gekregen hebben in de eerste helft om wat meer uit te lopen. Het had al eigenlijk 3-0 moeten staan bij de rust? Ja, had 3-0 moeten zijn. In ieder geval we hadden toch de kansen om de doelpunten te maken. We hebben dat niet gedaan en ik heb dat ook aan de rust verteld, dat wij eigenlijk op zoek waren achter de gelijkmaker. En dat is er dan ook van gekomen. En dan hebben wij in de verlenging, dan weet je dat zowel bij ons als bij de tegenpartij, dat wie het best bestand is tegen de hitte. En dan natuurlijk de mentale opdoffer voor Geel, omdat wij al heel vroeg dat doelpunt maken. Maar ik denk dat wij absoluut vandaag geen goede partij gespeeld hebben. Maar dat we wel tegen een tegenstander gespeeld heeft die goed voetbal brengt. En die in de competitie, denk ik, in derde klasse heel ver gaat meegaan. Leert dit jou iets met het oog op de competitie? Ja, het leert mij wat ik al in de voorbereiding gezien had en ook altijd al aangekaart heb. Alleen wil men mij niet geloven. Maar vandaag, wie wil meegaan in het verhaal en zijn ogen opentrekt, die ziet dat ik gelijk heb. En kan je dan ook zeggen wat je denkt? Ja, maar ik bedoel, dit moet binnen kamers blijven. Iedereen weet over wat dat gaat. Dus we zullen zien dat wij de volgende wedstrijd daarvoor een oplossing vinden. Want als we zo aan de bak gaan in de volgende matchen, dat mag tegen Brussel zijn, dat mag tegen Gamme zijn, dan gaan we het nooit niet halen. Ja. Wat wel opvalt, Onana scoort 4 doelpunten op 2 wedstrijden. Dat is mooi voor een diepe spits. Ja, heel veel vraagtekens over RV in de voorbereiding. Maar hij snoert op dit moment iedereen de mond en zeker de trainer te zijn. Als je deze week 2 goals maakt en de eerste was een beauty. Ja, want je had ook je twijfels, heb je vooraf in de kranten laten opschrijven? Twijfels in de zin van dat Onana tijd nodig heeft om terug de oude te worden en niet van in het begin kan meegaan in het hip 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 hoera verhaal van hij komt terug, want over 2 jaar maakt hij 25 doelpunten. Dus het is zo dat de jongen, ik weet niet wat er gebeurd is, maar zonder enthousiasme, zonder vertrouwen, onherkenbaar in de voorbereiding gespeeld heeft. En natuurlijk brengt dat de trainer tot gedachten van kan hij het nog, kan hij het niet. Natuurlijk weet je dat een spits moet de tijd krijgen om te groeien. En zeker in het geval van Onana. Dus, maar van de week maakt hij 2 mooie doelpunten. En vandaag staat hij, ja, laat ons zeggen, bij het tweede of ja, bij de goal heel goed op derde goal, heel goed op de juiste plaats. Dat is ook een kunst. Maar de eerste goal was wel heel moeilijk. En ik mag niet klagen, hij wil mee vooruit. Maar hij zal de tijd moeten krijgen. Er zullen ook momenten komen dat hij helemaal er niets van terecht brengt. Zoals sommige jongens vandaag er niets van terecht gebracht hebben. Maar die gaan we dan ook moeten meenemen naar de toekomst en blijven vertrouwen geven. En blijven doen geloven in het moment dat zij hun kans moeten krijgen en pakken. Oké, okay, en die kans die komt er woensdag al aan tegen Brussel. Al een op post, zou ik zeggen. Bedankt, Dirk Gerard.